Hallo, ik ga vandaag de vissengatarmband uitleggen met de kleuren paars en groen. Je doet ze op twee pinnen, maar hij kan ook op een vork of twee vingers. Maar ik vind het makkelijker om met twee pinnen te doen op je loom. Eerst maak je een achtje, dus je draait hem een slag. Verder maak je ook geen achtjes meer. Het ziet er zo uit. Nu zet je gewoon erop. Zo. Gewoon recht. Dan doe je de volgende. Die zet je er bovenop en ook gewoon recht. Dan pak je de onderste paarse. En die til je er overheen en laat hem los. Pak je de andere kant, die til je er overheen, dan laat je hem los. Dan duw je hem even in het midden, dan wordt je armband mooier. En dan duw je alle elastiekjes wat naar onder, zodat je meer ruimte hebt. Dan plaats je het volgende elastiekje erop en die plaats je er weer gewoon op, dus geen achtjes meer. Dan pak je de onderste groene, tilt hem eroverheen. Niet binnendoor, maar buitenlangs. Zo, dan heb je ze allebei op. Doe je hem wat in het midden, zodat je arm wat mooier wordt. En doe het volgende elastiekje erop. Pak het onderste paarse elastiekje. En doe het paarse elastiekje wat in het midden. Pak je het volgende groene elastiekje. Pak je de onderste groene. Tilt hem eroverheen en druk hem naar het midden toe. En zo ga je het helemaal doen. Zo ga je alles doen tot het einde van je armband. Zo, duwt het wat in het midden. Pak de onderste buiten langs. Duwt het in het midden. Zo, pak de volgende elastiek. Bovenlangs. Andere kant ook. Dit blijf je herhalen tot het eind. Nu zie je al de vissen gaat komen. Klein stukje. Ik ben nu aan het eind gekomen van de armband. Ik heb nu zo lang als ik wil, dus dan ga ik het eind maken. Hier overheen. Nou, dan zie je nu dat er nog maar twee elastiekjes op zitten. Die groene doe je er gewoon bovenlangs, hoe je de rest ook doet. En dan pak je die paarse, die pak je op je haaknaald. Eraf, zo. En de andere kant ook. Dan heb je twee ringetjes op je haaknaald. Die tweede, die pak je over je haaknaald en die haal je van je haaknaald af. En die trek je. En dan heb je nog eentje op je haaknaald en die trek je aan. Zo, nu heb je een klein knoopje gemaakt. Dan pak je een S of een C-clip. En dan maak je aan één kant vast. Zo. En aan de andere kant.